Mag ik alsjeblieft bij de spanweg? Ja, we leven nog. Met anderhalf hartje. Nou, wat is het leven mooi. Hier in Minecraft. Waarin wij anderhalf hartje overhouden. Fan-freaking-tastic. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Oftewel de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Aliens Tower. Waarin wij lekker spelen in een no-kid mode. Vraag misschien af Duffy. Waarom een no-kid mode? Heel simpel. Je zag hem misschien net ook wel in de Golden Drone Chat staan. Misschien net nog wat Sammy zei. Dan crash ik meestal. De kid mode was Cthulhu Island. En daar hebben we geen zin in. Dus die leave ik dan. En dan joinen we lekker een no-kid mode. En dan zijn we hierin. Terwijl wij lichte focus hebben en nog helemaal niks hebben. We durpen lekker weg. Mocht je er vandaag zin in hebben mensen. Je mag en kan natuurlijk altijd alvast eventjes die like knop kapot maken. Druk er eens eventjes op. En kijk eens even wat er gebeurt. Inderdaad, dan like je die video. Bijvoorbeeld dank. En ja, we hebben een gouden appel. Nice. Komt er iemand achter me aan? Zeker komt er iemand achter me aan. Wat kom je hier doen? Krijgen wij een free kill? We krijgen een free kill van Kip. Kip, shout-out naar jou jongen. Dankjewel voor le free kill. Die gaat mooi mee in El Pocket. En we vinden hier ook nog een keertje boots. Nice. Hoppatee. Die zetten we daar neer. En nee, die zetten we daar neer. En zetten we deze daar neer. Triest hoor, bedorven melk. Wat? Heet iemand bedorven melk? Oh ja, heet iemand bedorven melk. Ik weet niet. Wat zei die dan? Of zei die niks? I don't know wat er aan de hand is. Misschien heeft hij hem gefocust. I don't know. Zou kunnen. Zie ik iemand wat typ. Ik denk, dat gebeurt normaal bijna nooit. Dat iemand zoiets over een ander zegt. Weet je, vaak is diegene dan gewoon dood of wat dan ook. Maar er wordt gewoon getypt hier. Ik weet niet wat ik meemaak. Ik weet niet wat ik meemaak. We zien hier iemand staan. Hallo, rap. Hey, het is... It's Sander. Sander, opletten. En Sander is dood. Voor de mensen die nu denken, oh, Duffy zielig, Sander heeft jou gewacht laatst in de opname van jou, bla bla bla, om te killen. Ik weet zeker, als Sander niet aan het typen was wat hij net aan het doen was, dan had hij mij een friet handkill gegeven. Want dat doet Sander. Dus ja, dat weet ik gewoon. We krijgen hier nog een friet handkill van een Luck Galdero member. Shoutout ook natuurlijk naar jou, dankjewel. Hoppatee, dat is een heel erg mooi gearsetje wat we hebben. We gaan nu meteen snel door naar de spawn om te enchanten, want dat is fucking nice. Hoppatee. Bam, bam. Kom op. Oh, Hypixel, alsjeblieft zeg. Alsjeblieft zeg, dank u wel. Oké, we gaan door. Misschien gaan we deze game zelfs... Nou, dat moet ik niet zeggen. Moet ik niet zeggen. We zien hier een panda-beer. Hello, Mr. Panda. Hello. How are you doing? Ah, jij sprong mis. Ah, hoi. We krijgen een free kill van een panda. Dankjewel. Shoutout naar jou. Hoi. We krijgen hier ook een soort van free kill. Maar we moeten dus deze kill zien aan te kunnen dan. What the fuck? Oké, dan. Dat ging even fout. Deze kunnen we wel aan. Hoppatee. Deze is dood. Oké, nice. Dan moeten we deze nog aanzien te kunnen. Maar die rent nu weer weg. Oké. Dat ging net even niet helemaal goed met tegen hem. We eten daarom gewoon lekker. Nee, we eten nog geen gauwappel. Fuck it. We doen het niet. Er zit een twijfel van ga ik het doen of niet. Maar we doen het niet. Ik doe deze body aan. Is niet beter. I know. Maar we doen hem gewoon aan. Van hoppatee. Nice level 87. Hoezo level 87? Wat schaande. I don't get it. I don't freaking get it. I don't freaking get it. Het zal wel. Ik heb werkelijk geen idee. Zo. Dat is even hoog in de lucht. Kom op. En bam. Hoppatee. Nice. Oké. Wederom een kill. Fucking chill. We kunnen weer door. We pakken even een beetje de globale loot op. We gooien daar gewoon wat helmpjes weg. En wat schoenen voor weg. En die en die en die. Hoppatee. Hop, hop, hop. Oké. En ik denk dat ik zo'n beetje al het goede stuff nu wel heb. Wij gaan naar de spawn toe om te enchanten blitz daarover 30 secondjes. Oké. Oh, er komt iemand in de back. Oh. Bedorven melk. Shout out naar jou. Bra. Dankjewel. Max Fire. Ga, doei. Ik zou toch denken dat hij dan met de Blaze Kit zou willen spelen, zeg maar. Maar die speelt gewoon lekker hier. We moeten we moeten dit zwaard gewoon oprapen. Dat moet, want die is gewoon te goed om te laten liggen. Protection, nice. Hoppatee. Deze lekker aan. Gaan we vechten of wat? Het antwoord is ja, I guess. I guess. Fucking hell. Fucking hell. Dit ging echt gewoon legit gewoon gaat fout. Gaat gewoon bijna fout. Like, bruh. What the fuck? Deze was echt gewoon randje geval hoor. Dit was echt een close call. Wat we nu moeten doen is gewoon wegrennen voor de persoon hier. Die achter me aankomt. Want we willen natuurlijk gewoon naar een damage toe. Waar we natuurlijk gewoon inmiddels dan full HP hebben. En waar we dan een gauw appel gaan eten. Maar holy freaking shit. Dit was echt nog een close call. Dit was echt een close call. Wel, de persoon kan nu ook natuurlijk vrienden loot. Alles gaan looten van de persoon die ik net heb gekillt. Maar zelfs enchanten kan die natuurlijk nu ook doen. Is hij aan het enchanten? I don't know. I don't know. Hij heeft een vishengel. Hoi. Schade. Ah, mis. Ah, weer mis. Woep, woep. Oké, dan. Deze heeft
normaal gear. We moeten voor deze persoon in eerste instantie gaan. Want deze is gewoon de beste gear. Dat is verstandig om te gaan doen. Hoppatee. Oké, we callen Taunt. Hoppatee. En dan gaan we dan. We gaan er gewoon voor. Kom op. Nee! Oef! Oké dan, we leven nog. We leven nog. Damage bug, for real. Yep, we hadden de damage bug. Kom op. Zo. Zo. Kom op. Oké, deze is dood. Nu de volgende nog. Holy freaking shit. Het is echt lastig vandaag voor Blitz Survivor Games. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon lastig. Deze staat gewoon bijna stil, dus deze betekent gewoon free kill. Wat dat betreft. En... hoi. Hoe kan je überhaupt nog in de deathmatch zitten? Vraag je het om soms toch wel af bij zoeken, mensen. Van hoe kan jij het zo lang hebben overleefd in de game? Hoppatee. Bam. Mensen. 10 kills van de 16 mensen, I guess. Waaronder heel wat taunt kills. Een heerlijke game wat dat betreft. GG. Bijna 2500 coins. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Docs V1. Kijken natuurlijk of wij hier Lewin in voort kunnen zetten. Die Chris zit ook weer in de game. En ik weet niet wat er met die Chris aan de hand is. Maar die loopt heel de tijd dus in de chat dingen te typen als... dit is de typische map waarin ik geen wapen ga krijgen. Heel tijd van dat soort dingen. Ik weet niet waarom die man dat soort dingen aan het typen is. Waarom die überhaupt de Blitz Survivor Game speelt. Voor mij is dat gewoon één grote troll. Maar I don't know, die man loopt gewoon heel de tijd in de chat te typen. Ik weet gewoon legit niet waarom, maar het zal wel. We hebben niet zo'n hele goede span gehad wat dat betreft. We hebben namelijk helemaal niks. Is niet Gucci. Is fucked up. We hopen op het beste. We hebben hier een Galdrome member hebben. Mag ik jou slaan? Met mijn vuist. Ik heb een vuist. Ik heb alleen een vuist. We krijgen zijn wapen. Bro, shout-out naar jou. Wederom voor een free taunt kill. Twee games achter elkaar. Dankjewel. Bam. En we zien hier nog meer mensen die hier allemaal in een hoekje gaan staan. Deze mensen hier natuurlijk ook staan, shout-out naar... Ik wou zeggen shout-out naar jullie, maar wacht eventjes. Dus we moeten eerst eventjes deze kill zien te killen. Wacht even. Eerst even jou killen, want jij bent degene die dus nu iedereen hier probeert te jatten van mij. Vind ik geen enkel probleem, mag. Maar dat betekent wel dat jij dood moet. Hoppatee. En jij moet ook dood en jij moet helemaal dood nu. Want jij loopt ook weer gewoon te kersen bij mij. Hoppatee. En uiteindelijk kunnen wij hier onze eigen taunt-kill maken. Bam, shout-out naar jou. Voor de mensen van wie ik nu niet de taunt-kill weten te krijgen, zeg maar... dank jullie wel, of course. Ik zag dat jullie allemaal mij de tanken wilden geven. Maar wanneer natuurlijk zoiets in de buurt is. Wow, dit is fucking snel. Dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die zoiets hebben van. Hey, ik wil er ook van meesnoepen. Wat op zich te begrijpen is. En uiteindelijk zijn we hier dood gegaan. Voor kill. Wat heel zuur is. We hebben 6 kills gemaakt. In een hele korte tijd. Terwijl iemand zegt. Nice hacks. Het zou maar zo kunnen zijn dat die man hackte. I don't know. Hij was inderdaad heel snel. Heeft hij net een kill opgeraapt. Ja, hier wel. Misschien had hij wel gewoon speed. I don't freaking know. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Valley. Kijken wat wij hier ervan kunnen maken. Wij gaan daarom lekker spelen met onze Meat Master Kit. Waar iemand typt, deze keer geen microfoon. Ik weet niet waarom je dat in de chat typt, waarom je geen microfoon hebt. Maar misschien heb jij geen microfoon. Ik heb geen idee. Waarom zou je dat in de chat typen? Alsof iemand je hoort als je in-game aan het praten bent. Zeg maar gewoon als tegen je microfoon aan het praten bent. Nee, wat maakt het ook uit, joh. Wat maakt het uit, duf? Inderdaad helemaal niks. Mag ik alsjeblieft bij de spawn weg? Ja, we leven nog. Met anderhalf hartje. Nou, wat is het leven mooi. Hier in Minecraft. Waarin wij anderhalf hartje overhouden. Fan-freaking-tastic. Oh, dit was een pittige spawnfocus op mij. Holy moly. Nou ja, goed, we leven. Hopelijk kunnen wij de game nog... turnen en er een iets van maken. Voor nu is het vooral rennen en overleven. Ja, dat dus. Rennen en overleven. En regen, of course. Wel, dit is denk ik wel lastig als ik hier langs wil gaan om de berg op te gaan klimmen. Maar toch ga ik het doen. Oh shit, no cheat. Don't do that to me, please. Don't. Zet me niet terug heel de tijd, alsjeblieft. Oké, go. Kom er achter me aan? Nee. Woe, oké dan. Ja, er is daar iemand, maar die doet voor mij niks. Wat? Why target? You target a Nick. Wat? Eén van die twee die zat mij inderdaad te focussen. En dan reageert de ander zo van, waarom doe je dat? En dan zegt de ander, ja, omdat jij hem focuste. Er zit wat in, jongen. Maar hey, we leven. We waren bijna dood, maar we leven nu. Hoi, jij hebt een fucking nice leggings die ik nodig heb. Kom freaking hier. Kom freaking hier. Oh, please. Don't. Please. Nee. Ik had beter moeten springen, dan had ik hem dood gehad. Maar ik heb hem nu ook dood. Holy shit. Oké, die doen we aan. We hebben een... verkeerde leggings aan volgens mij. Yep. We hebben een mooi gear setje. Ik weet niet wat die persoon gaat doen. We durpen gewoon weer weg. Ik moet HP regenen. Rare game. Laat ik het zo zeggen. Rare game. Ik bedoel, met elke kill die ik nu maak... ben ik blij. Aangezien ik de span focus op overleven met anderhalf hartje. Maar rare game. I don't know.
I don't freaking know. Hebben we een visengel? Nee. Duvio, doe jij met de visengel? Een visengel, god. Oké, we gaan even hierboven langs. Ik weet niet waarom. We hoeven eigenlijk niks meer te looten, maar... De andere kant op is gewoon gevaarlijk. Wel, we kunnen gewoon een iron body krijgen, of course. Maar ik denk dat die kans zo klein is. We gaan denk ik maar gewoon het water in springen. Fuck deze bullshit. Oei! Nee! Oh my fucking god, really? Really? Zit, wat is... Hoe... Als ik hier... mensen... Fuck deze bullshit, echt waar. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Blitz Survivor Games. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. En mensen, tot de volgende keer.